Nu hebben we bij Jammen de zoldersessies, de keldersessies en de Neo-sessies. Maar de mensen achter de Neo-sessies in de Neo-studio en boven Smulden, die maken zelf ook muziek. Hun bandje heet Zynga. En wat ze maken, dat hoor je zometeen na het muzikale nieuws. No Name keert terug op het podium. In het kader van 50 jaar No Name staat de band op 5 oktober in de Tamboer in Hogeveen. En wellicht kun je een rolletje spelen in de voorstelling. Heb je een speciale herinnering aan de band? Maak een filmpje en u weet komt deze op 5 oktober voorbij. En voor meer info check de Facebookpagina van Bedders ten Kaat, oftewel Bedders. Breaking news! Kopt de band Milo op een Facebookpagina. Wij hebben ons acteerdebuut gemaakt. En de heren staan inderdaad hun mannetje in de clip van de nieuwe single Man in the Wall. Tons of people selling Jesus, searching for a common weakness. Would you please give yourself a break? I Took Your Name is het muzikale alter ego van Chris van der Ploeg uit Assen. En na een tijdje van muzikale stilte keert hij terug met Half Speed. Soldiers outside, always been looking for a place to hide. En Lifetime, dat is de titel van de nieuwe single van het DJ-duo Zonderling met onder andere Jaap de Vries uit Zeien. De heren hebben de hulp ingeroepen van zanger Josh Cumby, die samen met DJ Armin van Buren een wereldwijde hit scoorde met het nummer Sunny Days. En daarnaast werkte de succesvolle Amerikaanse producer Damon Sharp mee aan het nummer Lifetime. For a lifetime, just a young man going up, try not to let this fly by. Spend it all on you, go broke, everything will be alright. En van dancemuziek naar een bijzondere combinatie van Nederlandstalige popmuziek en hip-hop. Hey, hallo, daar ben ik weer. Ik ben een tijdje weg geweest. En dan niet op vakantie of een uitje voor het werk op een zwaar thematisch feest. Was een tijdje weggevallen, had een tijdje last van rust, maar dat duurde niet zo lang. Het was een maand of wat geleden op een doordeweekse dag en toen voelde ik de drang. Ik ben alleen maar wat gaan zitten en ik dacht, nu ben ik terug. Ik ben thuis, daar waar ik wil zijn. Ik ben thuis, daar waar ik gebleven was. Ik ben thuis, daar waar ik wil zijn zonder jou. Ga maar zitten en zet alles op rij. Ik ben in 35 jaar en alleen maar weer alleen. Weer wat tijd alleen voor mij. En ik stop nu alles in mijn leven en dan kan ik weer vooruit. Als ik wil, dan kan ik alles. Als ik niets wil, zeg ik stop. Nu ik recht uit mijn hart spreek, juist thuis door de dingen die ik afspreek. In het verleden al even geleden bewezen dat thuis niet per se thuis betekent. Terug bij mezelf, daar ligt de oorsprong. Gebeurtenissen waar muziek uit voortkomt. Hoort soms bij dat ik eventjes weer reset. Bewust ben van wat ik wel en wat ik niet heb. Denk vaak na of ik iets wel of toch niet zeg. Ik ben thuis, daar waar ik wil zijn. Daar waar het soms even stil kan zijn. Ik ben thuis, zelfs als de kat van huis is. Daar waar mijn hart wordt bewaakt, alsof het in een kluis ligt. Ik ben thuis, daar waar het licht schijnt als het duister is. Daar waar mijn hoofd rust en ze zegt, hey luister, het komt allemaal wel goed. Ik ben thuis, daar waar ik wil zijn. Ik ben thuis, daar waar ik gebleven was. Ik ben thuis, daar waar ik wil zijn. Ik ben thuis, daar waar ik wil zijn. Daar waar het soms even stil kan zijn. Was, ik ben nu recht uit mijn hand spreekt. Daar waar ik ben thuis. Weet u waar de liefde met begint? Het tandenborstel level pepermunt. Je zet je allerbeste beentje voor, want die wil met haar het leven deur. Ik ben John. En ik ben Inke. En we zijn inderdaad van Zynga. Waar komt de naam vandaan? Ja, Zynga is eigenlijk een combinatie van ons beide achternamen, van Havinga en Geuzinga. Zynga, met dubbel G. Want die wil met haar het leven deur. En wanneer ze naar je lacht, voel je zweem dag en nacht. Weet je waar voor altijd met begint? Tijd me
naar het mooiste gun. Samen lezen, ja, elke dag. En genieten van de laag. Americana, country, straight from the heart music, bluesachtige invloeden. Het is absoluut niet de popkant. En het is ook absoluut niet de house en de dance kant. We gaan meer uit van de echte instrumenten in plaats van de synthesizer muziek. Maar ook de multivocalen vinden we belangrijk. En met name daar waar stemmen elkaar kunnen raken of elkaar gewoon kunnen versterken. Dat is voor ons zeg maar de uitdaging om dat iedere keer zo goed mogelijk neer te zetten. En dat is ook waar de voorliefde voor uitgaat. Dus waar je dan beiden doet, stap je dan de bossels en dat voelt goed. Alles waar je zo van houdt en waarop je blind vertrouwt. Geef het ruimte, geef het tijd. Stap voor stap, dag voor dag, leef je leven met een laag. Want voordat je het weet, weet je waar het leven verder giet. Dat je elkaar het mooiste ziet. Een streektaal noemen wij het ook. Ook in het Engels. Maar we hebben nu vandaag inderdaad, met de liedjes die we gezongen hebben, hebben we de streektaal liedjes gedaan. We zijn ook bezig met het voorbereiden van een tour, een theatertour. Die we ook echt in streektaal willen gaan doen. En we hebben gemerkt dat het toch best wel voor ons een redelijk groot publiek is. Wat uiteindelijk ook dat soort muziek leuk vindt. En ook dat kan combineren met inderdaad het dialectwerk. En mensen vinden dat mooi. Daar sta je dan in het leven. Kijken naar jezelf. Klik op een film of op een spannend. Het raakt. Dingen waar je kippenvel van krijgt. Dingen die je ontroeren. En dat ze op een andere manier bezig zijn met muziek dan alleen maar rondspringen en dansen bij wijze van spreken. En dat is denk ik ook een beetje de basis van de dingen waarmee we bezig zijn. Het moet uiteindelijk raken. En natuurlijk zal één tekst niet iedereen raken. De schoen past trek hem aan natuurlijk. Maar dat vinden we wel een van de belangrijkste dingen die erin zit. En dat maakt het de moeite waard om iedere keer weer met nieuwe producten bezig te zijn. Natuurlijk, je doet iets vanuit je hart en dat wil je dan ook uitdragen. En dan is het super tof om dat te delen. En dat de mensen ook nog teruggeven van, hey, we vinden het mooi wat je doet. Daarnaast is het ook heel mooi om, iedereen heeft zo zijn eigen uitlaatklep. De een die gaat sporten, de ander die, iedereen heeft zo zijn dingetje. En bij ons is dat eigenlijk wel muziek. En dan is het heel mooi om gedachten die je hebt of iets wat je kwijt moet op te schrijven. Daar misschien een liedje van te kunnen maken en dat dan weer te delen. Geniet van alle. We zijn met een cd bezig, met streektaal cd zijn we bezig, waar ook inderdaad allemaal streektaal liedjes op staan, de liedjes die we vandaag hebben gezongen ook. En die liedjes die wij op die cd gaan zetten, dat zijn ook liedjes die in die theatertour weer terugkomen. Het podium in Hoogeveen trapt zaterdag het nieuwe seizoen af met de Legends of Rock Tribute Tour. Tijdens deze avond wordt een eerbetoon gebracht aan Motorhead en Pantera. En vrijdag 13 september vindt op de Weeshuisweide in Coevorden de eerste editie van het Ganzenfestival plaats. Op het programma staan optredens van onder andere Snolle Bollekes, Tabita en Martijn Fischer. Zaterdag is het tijd voor de 6e editie van Vesterica. Het festival vindt plaats aan de Veenschapswijk op Erika. Onder andere Heftig en Sorry Jones zijn live te bewonderen. En liefhebbers van bluesmuziek kunnen zaterdag terecht in het Keerpunt in Spijkerboer voor een optreden van de Dog Trail Blues Band. En voor tips of activiteiten, mail dan naar jammen@rtvdrenthe.nl.